Hallo mensen en welkom terug bij een nieuwe Minecraft Survival aflevering. Ik ben Melvin, wij zijn weer terug in mijn prachtige wereldje. Waarin wij natuurlijk ook weer de Ultimate Melvin Texture Pack aan hebben staan. En waarin wij ook weer lekker verder gaan survivalen. De vorige aflevering had ik Joost uitgenodigd als allereerste gast bij mijn survival serie. En hebben wij een heleboel spulletjes mogen krijgen. Zoals jullie kunnen zien hebben wij 2 stacks iron ore. Of ja, eigenlijk moet ik er nog eentje, dus die ga ik ook gewoon opzoeken. Ik ga gewoon 1 iron opzoeken. En dan hebben we 2 stacks. Daarnaast hebben wij 15 gold ore. En had ik heel veel geluk met diamonds. Ik heb gewoon 19 diamantes gevonden. Dat was echt heel bizar hoeveel dat was. En ik zit er dus ook over te denken om gelijk maar wat obsidian mee te gaan nemen. Maar daar twijfel ik nog wel een beetje over. Dus dat zie ik nog. Ja, ik moet het nu de keuze maken. Hè, want ik ben nu nog onder de grond. Zoals jullie misschien ook al merken heb ik deze aflevering dus geen gast. Dat is gewoon omdat ik niet alle afleveringen een gast wil en kan gaan doen. Ik wil het een beetje, zoals jullie ook al weten, op de dom manier doen. Gewoon af en toe een gast. En ja, dat is zo. En ik laat het ook niet. Oh mijn god, lava. Oeh, dat was eng. Nee, maar ik wil het dus op die manier gaan doen. En ik ga dat niet veranderen, nee. Nee, zo simpel is het. En nog even over het gasten, ja. Er zijn mensen die verwachten dat ik Enzo ga uitnodigen. Ik mag Enzo dan wel op Skype hebben, maar ik heb nog nooit een persoonlijk gesprek gehad met Enzo. En ik denk ook niet dat als ik Enzo vraag van, hey, wil je opnemen, dat hij ook gelijk ja zegt. Nee, dat ga ik dus ook niet doen. En Don die komt heus wel een keer langs, jongens, dat beloof ik jullie. Ik heb Don nog niet gevraagd, want ik weet dat Don het druk heeft. En dan zou ik echt een heleboel dagen van tevoren moeten vragen aan Don van, hey, heb je dan en dan tijd om bij je op te nemen? En helaas heb ik dat dus nog niet kunnen doen. En oh, kut. Fucking shit. En nog één. Oh, die was in 1 hit dood. Dankjewel voor je gunpowder. Nee, maar dat is dus een beetje een korte update over de gasten. Ja, en ik ga deze aflevering gewoon weer lekker verder. Ik weet waar mijn huis is, want daar had ik Joost de vorige aflevering buiten de opname soms nog even om gevraagd. Of hij me de coördinaten kon geven van mijn huis. En dat had hij gedaan. De coördinaten zijn bij -150 en -100. En dat is helemaal nieuw in 1.8, zoals jullie kunnen zien. Je hebt daar nu ergens je X, Y, Z staan. Dan moet ik mijn hoofd trouwens even aan de kant editen. Dus dan moet ik dat even onthouden. Maar dat is echt super onhandig allemaal nu. Maar ja, het valt te lezen. Ik neem ook nog even wat redstone mee. Krijgen we NXP van. En misschien kunnen we dan een keer een redstone contraption maken. En ik moet eigenlijk wel naar boven. Ja, besef ik me nu. Want ik heb helemaal geen eten meer bij me. Kutzooi. Dus we gaan nu ook maar gelijk naar boven. Ik ga nog een beetje coal minen. Oh, ik heb nog een pickaxe van Joost gekregen. Ja, Joost die had zijn hele inventory terug aan mij gegeven. Dus dat is wel heel erg handig. En oh, kut. Oh, kut. Shitzooi. Oké. Ga dood. Ja, meneer de zombie. Dankjewel. Fucking hell, hé. Jongens. Nee, maar even, ja. Ik ga terug naar boven. Dan ga ik verder met mijn huis. En nu hebben we weer allemaal van die enge geluidjes. Dat is ook altijd zo raar in deze survival wereld. Er zitten echt hele rare geluidjes in. Die heeft Luc er allemaal in gedaan. Vind ik wel heel erg leuk, maar het zijn toch wel een beetje enge geluidjes soms, hè. Maar ja, wat zal mij dat wezen? Ik kan tegen alle engheid, want ik heb al zoveel horror gespeeld. Dat klinkt zo erg op schepperig, maar even zonder grappen. Nu ik eens over nadenk, ik heb behoorlijk wat horrorspellen gespeeld, ja. Oh my god. Horror zondag, dan had ik nog een horror zondag op mijn eigen kanaal. Ik heb heel wat horror gespeeld. Ja, oh kut, die creeper. Oh kut. Oké, we creepen. Oh, hij staat daar. Oké, nee. Ah, rot op jij. Ik kan namelijk niet meer mijn helden regenerate. Oh kut, daar hebben we nog een spin achter ons aan. Oh, dit meen je niet. Als het goed is moeten we hier in ieder geval ergens heen. Ja, ik kan me lichtelijk herinneren dat we hier vandaan komen. Nee, daar niet. Daar. Hier komen we hier vandaan. Nee, ook niet. Oh, kut. Waar komen wij vandaan, jongens? Of daarboven? Oké, ik ga gewoon kijken waar ik vandaan kom. Ik moet namelijk eruit komen. Ik denk dat we daar vandaan komen. Oké, even een trappetje maken. Zo, moet je kijken. Een beetje Bob de Bouwstijl. Hupsakee. Dit ding weghalen. Spring. Oh, mijn god. Wat doe ik nou weer dan? Wat is dit nou weer voor? Wat? Oh my... Wauw. Dat was echt... Dat... Wat? Ik zat daar gewoon vast. Nou ja, het zal mij een borst wezen. Ik ga gewoon lekker verder lopen. En ik ga hopelijk richting de uitgang. Volgens mij wel. Dit ziet er namelijk allemaal heel erg bekend uit. Ja, wauw. Ik kwam niet op het woord bekend. Jongens. Nee, voor mij moeten we daar naar boven toe. Ik ga wel even een leuke toren maken. Hallo. Komen we hier vandaan? Eens kijken of we hier vandaan komen. Het ziet er allemaal namelijk verlicht uit. En ik denk dus dat we daadwerkelijk hier vandaan komen. Eens kijken. Ja, dit komt me wel enigszins bekend voor. Volgens mij komen we hier ergens vandaan, hoor. Ja, ik voel het. Ik voel het aan mijn water. Hier rechts? Nee, niet. Oh, ik dacht toch echt dat wij hier vandaan konden komen. Huh?
Wat? Hoezo zijn die toortjes, maar... wat? Nou, nu breek mij de klomp. Waar moet ik eruit, jongens? Oké, anders knip ik wel even een stukje eruit. Want dit is niet echt leuk voor jullie om naar te kijken. Nee, ik wil gewoon bij mijn huis zijn. Ja, en ik heb echt honger. Holy shit. Ik moet echt nodig eten in Minecraft. Oh mijn god. Maar ik zie jullie bij mijn huis. Oké, mensen. Ik ben weer boven de grond. En kijk eens aan. Daar hebben wij ons huisje. Heerlijk. Wat een fijn gevoel. Ik ga ook gelijk slapen. Oh, kut. Ik ben benieuwd of dat gaat lukken om te slapen. Want er zijn allemaal monsters in de buurt. Oh mijn god, oh creepers. Nee, dat meen je niet. Oh, ik wil gewoon slapen. Oeh, alsjeblieft. Oké, ga niet exploderen. Oh, wee, als je explodeert. Oké, ja, ook dood. En dan moet die kut creeper daar ook dood. Oké, nee. Oké, snel hit, 2 hit. Oké, en nu naar binnen, snel naar binnen en gaan slapen jij. Hopelijk kan ik slapen, please. Yes, ik kan slapen. We zijn thuis, jongens. Ik ga ook gelijk eten proberen te krijgen. Want ik heb echt eten nodig. Ik heb echt nergens voedsel, volgens mij. Ergens voedsel. Ja, die gold apple, maar die ga ik niet gebruiken. Dat is echt zonde als ik die ga gebruiken. Nee, ik ga even snel kijken of wij ergens hier in de buurt wat kunnen krijgen. Qua eten. Ik denk dat ik ook maar gelijk bezig moet gaan met het creëren van een soort van farmpje. En Joost die gaf mij een tip van Melvin, je moet gaan konijnen fokken. Want die zijn heel makkelijk te fokken met wortelen. En dan gaan ze heel snel vermenigvuldigen. Dat is namelijk heel makkelijk, zei Joost tegen mij. Dus ik ga gewoon even mijn bones gebruiken voor bone meal. Dan ga ik even deze laten groeien. Kijk eens aan. Dan hebben wij hier al 2 wortelen. Heerlijk. Gaan we die beide terugplanten. Gaan we nog meer doen. Oké. Zo, kijk eens aan. Hebben we al 4 wortelen. Jongens, dit is gewoon massaproductie hier. Dit is massaproductie. 10 wortelen. Ja hoor. En toen waren de wortelen op. 12 wortelen. Ik ga er gelijk even een paar terugplanten. Heb ik trouwens eerst wel, hoe heet het, nodig. En ik kan trouwens ook de potatoes weghalen. Yes, jongens. We hebben 3 potatoes en 11 wortelen. Is het niet waanzinnig mooi? Het is waanzinnig mooi. Het is nog niet te geloven. Oké, dan pakken wij even... hier, ik heb de hoe nog in mijn inventory. Wauw, ik heb gewoon de hoeren nog in mijn inventory. Nou, dan gaan we dat hier nog maar even mooi zo beplanten. Hupsakee, 3 potatoes in deze hoek. En de rest van de wortelen pleuren we daar neer. En dan voordat ik ga fokken met konijnen, ga ik eerst even wat hout verzamelen. Volgens mij heb ik dat namelijk nog nodig. Of ik heb hier nog een heleboel, nee, ik heb 4 hout. Dat betekent dus dat ik even hout ga verzamelen. Daarvan ga ik dan fences maken. Die fences, die ga ik dan gebruiken om een omheining te maken waar dan de konijntjes in kunnen gaan leven. En ja, dat is dat even in een korte klap. Weet ik veel hoe je dat wil zeggen. Dat is een gezegd of wat ik even niet meer weet. En oh mijn god, zie al die gores er staan. Ik vind het zo'n vage update. Oh mijn god. Nou ja, ik kan er wel om lachen. Hupsakee. Ik ga gewoon even wat hout hier meenemen. Heerlijk hout. Oh. Ik vraag me af of hout lekker is. Je hebt... What the fuck? Ging daar net iets dood of zo? Wat was dat? Voor mij was het een konijn dat ik daar hoorde vallen of zo. Oké, ja, ik weet niet. Nou ja, ik ga wel lekker verder met het weghalen van bomen. Alsof er nooit iets is gebeurd. Nee, oké, we pakken dus dit allemaal. Ik vraag me trouwens af, in 1 per dag zitten er dan ook verschillende kleuren fences in? Want dan heb ik nu straks allemaal lichtkleurige fences. Daar vraag ik me even af. Oh mijn god, nu zit ik dit hier wel doodleuk weg te halen. Maar ik weet dus niet zeker of dit wel gewoon die donkere kleur fence geeft. Oké, nou dat moeten we zometeen maar even onderzoeken. Volgens mij is er namelijk een update gekomen dat deuren wel andere kleuren hebben. En fences weet ik niet. Volgens mij fences namelijk ook. Nou, we moeten maar even snel kijken of dat daadwerkelijk zo is. En dan hebben we straks gewoon, ja, een andere kleur fence. Weet ik veel. We zien vanzelf wel kijken. We gaan gewoon even een kijkje nemen. Volgens mij niet, nee. Want dan zouden de sticks ook andere kleur moeten hebben. Oké, hupsakee, zo. En dan als we het zo doen... Nee, zie, het is nog steeds een normale kleur fence. Ja. Huh? Hè? Zo maak je toch fences? Hoe maak je nu fences? Huh? Wat? Oké, mensen, dit moet ik even opzoeken. Huh? Wat? Oké, daar was ik niet op voorbereid. What the fuck? Zie wel, zo maak je fences. Ik dacht al, er zit toch wel iets in. Ik heb het niet opgezocht. Ik ging zelf even wat experimenteren. Ja, ik wou het eerst opzoeken, maar daar stond het niet in. Maar zo, ja, zie, dan krijg je toch birds fences. Ja, ik vind het wel grappig om een keer met iets anders te gaan werken, ja. Kijk, nu hebben we dus deze kleur fences. Nou, hier gaan we dus een konijnenren mee maken. Waar ik die konijnenren ga maken, weet ik nog niet. Ik zal even kijken wat denk hier gewoon ergens simpel is. Maar hier, zullen we hier een konijnenren maken? Ja, we maken hier gewoon een simpel konijnenrennetje. Hupsakee. Moet je eens kijken. We waren er 30, dus dan moeten we het 5x6 kunnen we het maken. Oké. Anders doen we hem eerst gewoon 5x5. Dit is 5x5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh ja, maar ik heb de hoeken nog niet meegeteld, hè? Nee, dus dan moet het zo kunnen. Ik had het nog één groter kunnen maken aan één kant. Of nog groter zelfs. Nou ja, ik vind het sowieso best. Dan maak ik nog even een deurtje er natuurlijk voor in. En dat gaat dan zeker ook op de manier met een birchwood. Dan hebben we namelijk de kleur birchwood fans. Ik denk dat het zo gaat. Laten we even experimenteren. Jongens, er zitten echt allemaal nieuwe dingen in. En dat vind ik trouwens heel leuk dat Minecraft gewoon zulke simpele updates uitvoert. Ja, of Mojang eigenlijk. Minecraft, Mojang. Ik ga het toch eentje groter maken, ja. Want ik ben zo autistisch dat ik dat fence gate in het midden wil hebben. Ja, dat heb ik. Ik heb echt soms van die momenten. Dan wil ik het gewoon echt exact zo en niet anders. Dus ik ga het even allemaal iets groter maken, ja. Zodat het oneven zijdes heeft. Zodat het dan prachtig in het midden één fence gate kan. Ja, dus dan doen we hem zo. En dan moet hij hier ook eentje verlengen. En dan doen we hem. Tada! Zo! En als het goed is, kunnen we hier nu in het midden. Exact in het midden. Jawel. Dan gooien we daar zo'n fence gate neer. En moet je eens kijken. Dikke swag, toch? Ja, dat dacht ik. Nou, nu gaan we even konijnen meenemen met deze lekkere wortelen. En dan, ja, ik heb er gewoon eigenlijk twee nodig. En daarna kunnen we ze gewoon lekker gaan fokken. Ja, oké. Ik zie hier al één konijn. En zit daar nog iets? Nee, oh mijn god. Zo. Zie je dat konijn springen? Jezus, hé. Dat konijn is helemaal gek, joh. Dat hele konijn gaat helemaal lijp, weet ik veel hoe ze dat zeggen. Helemaal lijp, jongen. Oké, ik ben niet van zulke taal. Nee, maar konijn, kom met mij mee. Kom maar naar binnen toe, dankjewel. Hop, konijntje, wiebelen, dankjewel. Zo, nou, dat is het allereerste konijn dat we hebben. En nu heb ik er nog eentje nodig. En zie ik daar eentje? Zien we daar eentje? Ja, kijk, daar zien we een konijn zitten. Oké, kom jij maar lekker naar mij toe. En ik ga denk ik zo meteen maar even wat schapen doden voor vlees. Want ik heb op het moment heel erg honger. En die wortelen wil ik gaan gebruiken voor het fokken van de konijnen. Dus dat gaat even, ten koste van die schapen. Helaas, ja, het zij zo, jongens. Nou jongens, gillen maar even lekker met z'n tweetjes fokken, hupsakee. En dan krijgen wij, als het goed is, een klein jong konijntje eruit. Ja, kijk jongens, oh wat leuk, is niet, niet te geloven, hé. Wat een magische manier van fokken. Nou, zo, hebben we dat ook maar weer meegemaakt, het fokken van konijnen. Helemaal mooi, helemaal prachtig. Ik heb nu in ieder geval die carrots daar, ik ga nu dus nog even wat schapen doden, helaas. Het zij zo. We gaan even een kort schietgebedje doen voor die schapen. Hopelijk gaan ze niet te veel pijn lijden wanneer ik ze helemaal bloeddorstig ga vermoorden. Denk het niet, nee. Het is namelijk ook maar een spelletje. Maar jongens, helaas, dankjewel voor jouw lekkere lamsding vlees of schapenvlees. Swarma, ook goed. Dat zijn er twee. En dan ga je helaas ook nog dood. Sorry meneer de schaap, 3. En dan ga je als het allerlaatste... Dank jullie wel voor jullie vlees. En oh mijn god, er staat een koe. Maar ik moet eigenlijk gewoon zorgen dat ik in de buurt van alle mogelijke dieren 2 overhoud. Oh, daar loopt hij nog meer aan genoeg, joh. Maar wat ik wil zeggen, als ik van alle dieren 2 overlaat, volgens mij. Ja, dan kan ik die in ieder geval gewoon meenemen. En dan kan ik ook gewoon hem echt een beetje een farm beginnen, ja. Dat is een beetje mijn gedachtegang achter het levend laten van al deze lieve beestjes. En oh mijn god, ik heb nog maar een halve kipnugget. Oh shit. Ik moet echt gigantisch snel dit gaan koken. En meneer het schaap, sorry, maar ik ga jou ook nog even dood. En jou ook, want ik heb gewoon echt vlees nodig. Zo, hebben wij 10 vlees. Nu moeten wij dus helemaal daar naartoe lopen. En ik hoor zombies. Doe me trouwens denken opeens... Wat? Nee, ik ga dood. Nee, oh nee, want hij gaat me tot de helft. Want ik heb het spel op normal staan. Dus ja, dan gaan we niet helemaal dood. Het is geen hardcore, want dat was echt kut geweest als dit hardcore was. Dan ging het echt een race tegen de klok, jongens. Oh mijn god, dit is toch niet de best, jongens. Rennen, ik kan niet rennen, maar hij moet wel rennen. Toe, oké. Hij gaat als het goed is nu niet verder. Zie, hij gaat nu niet verder. Nee, gelukkig. Ik schrok al. Nou, dan gaan we dit dus allemaal koeken. Oh, wauw. Zat er serieus nog 3 schapenvlees in? Oh mijn god. Nou, ik had dus blijkbaar gewoon kunnen eten. Nou ja, het is dan even niet anders. Nee. Nou, ik ga in ieder geval nu even... dat wou ik niet doen. Nee, what the fuck. Spring er maar op. Hupsakee. Waarom doe ik dat nou weer? Nee, dat wil ik niet doen. Ik ga in ieder geval nu even verder met Polish Dioritus. Ja, de Diorite Dioritus. Ga ik even verder met mijn huisje. Ik moet namelijk dat huisje toch een keer afkrijgen, dacht ik zo. Ik ga sowieso ook even een trap maken, bedenk me nu. En ik heb een heleboel hout nodig, maar ik ga eerst even eten. Ja, ik heb namelijk een scheidhonger. Scheidhonger? Dat klinkt niet trouwens. Scheidhonger. Ik heb scheidhonger. Ja, jongen, ik heb scheidhonger. Doe me een beetje denken aan mastermovies. Ja, Stinky. Oké, nee, sorry. Dat gaan we niet doen. Maar dat waren wel tijden, jongens. Dat was echt YouTube op zijn begin. Of hetzelfde met How to be a Ninja. Ik weet niet hoeveel mensen die ooit hebben gezien. Van jullie dan, als kijkers. Maar dat was van Nigga Higa. En die doet nu nog steeds een YouTube. En ik volg hem ook nog steeds. Dat even een leuk feitje tussendoor. Maar nee, Nigga Higa, die had dus dat altijd... Dat die serie, die How to be...
En had die How to Be a Ninja en was zo goed bekeken. Dat is echt 33 miljoen weergaven of zo. En oh mijn god, het is de verkeerde tegel. Tegel, steen, tegel, weet ik veel. Die moeten we niet hebben, nee, en de seed. Nee, wij moeten die andere, die diorite hebben. Seed, diorite, ja, oké. Nou, dan moeten we maar even zorgen dat we daar nog meer van krijgen. Maar dat ga ik hopelijk dan een keer tussen de aflevering doordoen. Want ik heb daar nu niet een heleboel en behoefte aan. En het is ook niet echt superleuk voor jullie om naar te kijken. Als ik echt alleen maar van zulke blokken ga halen. Het wordt in ieder geval ook weer nacht. Ik zou nou even meer furnaces maken. Ja, dat vind ik een goed idee. Dan kunnen we namelijk ook even bezig met het smelten van onze iron. Want we hebben gigantisch veel iron, ja. En ik kan ook natuurlijk nog een diamond pickaxe maken, ja. Bedenk me opeens. Dus dat gaan we zo meteen ook maar even doen. Dus hier hebben we dan... Hoeveel hebben we nodig? 8, ja. We hebben 8 kool nodig. Dan kunnen we 1 stack smelten. Dat gaan we dus hier ook doen. 8 kool. Zo. En dan gaat die daarin. Zo. Die 2 stacks die smelten. Ik heb hier lekker vlees. Ik gooi hier nog de laatste 3 iron in. En dan ga ik nu gewoon een diamond pickaxe maken. Ja, oké. Okay. Diamond pickaxe. Kijk eens aan, jongens. Ja hoor. De swag is real. De diamond pickaxe. De diamond pickaxe. Doe de diamond pickaxe. En slaap. En slaap, zeg ik. Ja, zo. Dat was mijn ritueel voor het slapen gaan. En mensen, ik... Oh my god. Wat de heck, jongens. Lijkt alsof we naar een andere dimensie gaan. What the heck, joh. Wow, dat is wel heel erg raar. Nee, maar mensen, ik ga hier ook deze aflevering beëindigen. Ja. Heb je genoten van deze Minecraft Survival aflevering? Druk dan dat blauwe duimpje omhoog. Zou ik heel erg waarderen. Laat misschien een leuke reactie achter hier beneden in de comment section. En als jij nog niet geabonneerd bent op mij, druk dan even snel het knopje abonneren hier beneden. Dan ben jij altijd op de hoogte op al mijn video's. En vanaf heb ik nog maar één te zeggen tegen jullie. En dat is... doei mensen!